Suriname zal door het voorzitten van de Caribbean Development and Cooperation Council, CDCC, een sterkere inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen van deze organisatie. Inhoudelijk in die zin dat naar de prioriteiten voor Suriname zullen worden gekeken en welke bijdrage wij kunnen leveren in de regio. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, die namens Suriname het voorzitterschap de komende 2 jaar gaat bekleden, sprak vandaag bij de afsluiting van de 29e CDCC-jaarvergadering. Suriname geeft daar leiding aan, dus het is aan ons ook om nieuwe elementen toe te voegen. En ik denk dat het nodig is, omdat we blijven steken in beloftes horen die niet waargemaakt worden. Dus het is tijd dat we een wat zwaarder standpunt innemen en niet onze stem continu blijven geven aan mooie doelen en aspiraties, maar dat er concreet iets gedaan wordt daarmee. Dit platform zal nuttig zijn. Het is een United Nations platform. Dus dat betekent dat we de aandacht van de wereld zullen hebben. Het valt samen voor een deel met het voorzitterschap van CARICOM. Dat geeft extra ruimte om wat meer beleidsmatig zaken toe te voegen. Dus ik hoop dat we in de komende 2 jaar in staat zijn een stukje een nieuwe visie te ontwikkelen. Over de wijze waarop het Caribisch gebied reageert op internationale ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd ook initiatieven neemt zelf in de regio om een eigen ontwikkeling door te maken die duurzaam kan zijn. Ramdien riep in zijn toespraak op om in actie te komen. Wij hebben te lang gesproken en nu is de tijd om de daad bij het woord te voegen om zaken gedaan te krijgen, meent Ramdien. So, let us move from words to action as we prepare for recovery, repositioning and resilience, but also for sustained economic development. I strongly believe, and this is based on just 4 meetings which we attended over the past couple of weeks, that from all discussions which we have been part of, that we have to transform in a different mode of action. We have to be more bold, more clear, we have to be more united, and we have to be more forceful in expressing our positions, our needs, our opinions, and ultimately also the solutions which we present. At this point, it remains words. I don't see the translation into action. And I think it's time that we change that paradigm to action. That means we will have to be bold. Volgens Ramdien zullen de economische en politieke ontwikkelingen in de regio elke 3 maanden worden besproken. Het congres werd de afgelopen 2 dagen geleid door de vertrekkende voorzitter Kiesel Peters van St. Vincent en de Grenadines. Suriname was gastland tijdens de 29e CDCC, die vanaf woensdag 12 oktober tot en met vandaag werd gehouden.